Lans en Lot zoeken zich rot. Een boek van Linda de Haan. Naar het ware verhaal van twee papa's, Tim en Steven, de adoptiepapa's van ridder Bas en ridder Jasper. Lans en Lot zijn ridders. Zij hebben altijd veel plezier, zij geven ridderfeesten. En maken samen verre reizen. Maar steeds als ze na zo'n verre reis thuiskomen, vinden ze de tafel zo groot en al die lege stoelen eromheen zo ongezellig. Hun kasteel is eigenlijk maar stil, leeg en koud. Alleen draak Lucifer zorgt af en toe voor wat vuur in huis. Er is nog zoveel plaats. Maar voor wie? Voor wat? Lot zegt Lans. Ik denk dat het tijd wordt om een huisdier te nemen. Een klein handje bijvoorbeeld: speels en lief. Lief, roept de Ridder Lot. Een handje bij het meubelstuk en plast in elke hoek van de kamer. Mm -mm, dat vind ik helemaal geen goed idee. Liever een konijn dan? Konijnen zijn zacht en schattig. Uh, dat is waar, zegt Lans. Maar ik wil mijn worteltjes niet delen. Wie gaat al de keuteltjes opruimen en zijn hok verschonen? Nee, nee, dat vind ik ook helemaal geen goed idee. Lans en Lot komen er samen niet uit. Een ezel is te koppig. Een pauw? is te eigenwijs. Een olifant is te groot. Een varkentje te vies. En een leeuw is te gevaarlijk. Stop, zegt Lans. Dieren zitten niet op een stoel aan tafel en ze hebben ook geen eigen kamer. En? Wat gebeurt er met ons kasteel wanneer wij er niet meer zijn? Wij kunnen toch moeilijk een leeuw tot ridder slaan? Hm. Je hebt gelijk, zegt Lot. Misschien moeten we op zoek gaan naar een kindje. Een baby. Zo'n ukkepuk zal wel leven in huis brengen. Na zeven nachten slapen besluiten de ridders dat het echt een heel goed idee is. Maar al snel merken ze dat een baby vinden niet zo eenvoudig is. Lans en Lot zoeken zich rot. Van alle ooievaars die voorbij vliegen, stopt er jammer genoeg nooit eentje bij de ridders op het kasteel. Zelfs niet even om een visje te vangen in de slotgracht. En de kolen in de tuin van het kasteel, die worden iedere keer zorgvuldig opengemaakt om te kijken of er misschien een kindje in zit. Maar nee hoor, echt nooit komen ze er eentje tegen. Ridder Lans. Lust trouwens niet eens, kool. Ze zoeken op alle markten, maar er is nergens een kraam waar baby's verkocht worden. Ze maken iets. Ze schrijven: Hulp gevraagd. Twee jonge ridders met een groot kasteel en een tuin zoeken een schattig ukje. Kleur haar of ogen. Speelt geen rol. Lans en Lot. Ze plakken posters, doen een oproep in de krant, hangen een kaartje op het prikbord in de supermarkt en ze gooien flessen met een briefje in zee. Uiteindelijk vliegen de ridders op hun draak naar het land van de kangoeroes om te kijken of ze daar een kindje kunnen vinden. Maar helaas, alle buidels zijn leeg. Of er zitten van die kleine babykangroetjes in. Verdrietig vliegen ze terug naar huis. Ze denken dat ze nooit een baby zullen vinden. Jaren gaan voorbij, tot er op een dag op de grote deuren van het kasteel wordt gebonst. "Wonen lans en lot hier?" vraagt een vriendelijke mevrouw. "Ja hoor, dat zijn wij," antwoorden de ridders in koor. De mevrouw vertelt hen dat er in de buurt een babytje is geboren en dat zijn moeder jammer genoeg niet voor hem kan zorgen. Daarom zoekt zij ouders die dat wel goed kunnen doen. Ouders die genoeg liefde, ruimte en eten hebben. Zouden jullie samen voor hem willen zorgen? Lans en Lot schrikken zich rot, maar ze zijn zo, zo blij. De ridders schuilen tranen van geluk. Maar ja, ja, heel graag. Enkele dagen later zetten Lans en Lot de deuren van hun kasteel wagenwijd open voor hun kleine ridder Constantijn. Wat een groot geluk! Eindelijk een zoon voor Lans en Lot. Ze geven een groot ridderfeest voor iedereen uit het koninkrijk. En ridder Constantijn en zijn twee papas leven nog lang en gelukkig. Dit boek is voor ridder Bas en ridder Jasper. Met dank aan Tim en Steven voor hun prachtige verhaal en hun aanstekelijke enthousiasme. an linde